Waar is jouw hond? Nou, die loopt ergens tussen, denk ik. Ja, maar waar? Weet ik niet. Heb je een blonde of een donkere? Ik heb een donkere. Een donkere. Ja. En jij herkent hem wel tussen al deze honden? Je eigen hond herken je altijd. Ja. Dacht ik ook wel, hè? Ja, nee. Gisteren zei mijn moeder nog, ben je niet bang dat je de verkeerde meeneemt? Maar nee, dat gebeurt niet hoor. Nee. Je neemt ook je verkeerde kinderen niet mee? Nee. Al zou je dat soms wel even een keer willen natuurlijk. Ja. Hè? Voor de hoeveelste keer doe je dit? Derde keer. Ja. De organisatrice van dit hele gebeuren? Ja, dat klopt. Elk jaar weer in december de wandeling in Haaksbergen. En voor de hoeveelste keer doe je dit? Voor de achtste keer. Ja. En is het alleen dus voor bouviers? Is het dus dat het echt rasbouviers moeten zijn? Of? Het is in principe voor elk ras. Maar de uitnodigingen gaan toch meestal naar de mensen die bouviers hebben. Maar je ziet, er lopen ook wat andere rassen mee. Dus alles is welkom. En het gaat allemaal goed samen zoals ik het hier zo zie? Ja, is nooit trammelant. Honden gaan altijd heel goed met elkaar om. Dus echt wonderbaarlijk. En hoeveel keer in het jaar doe je dat? Wij organiseren twee keer per jaar een wandeling. In het voorjaar zijn we ergens in het land. Volgend voorjaar bijvoorbeeld zijn we in Buslo. En de decemberwandeling is altijd in Haaksbergen. Wat een fantastische sfeer heerst hier, hè? Ja, dit is geweldig als je die honden ziet, zo uitgelaten als ze zijn. En ja, zo vrolijk en het zwemmen en dat in deze tijd. Ja, ik vind het geweldig. Ja. En dan zie ik natuurlijk nog de midwinterhoorn in uw handen. Ja. Ja, en dat, ik heb nou net dat ik weer hier sta. We hebben zo pas dus met een paar dus rond de vijver gestaan. Nou, en dan blazen en dan over het water, ja, dan krijg je het mooiste geluid. Ja, alleen, het is dus nu die honden zoveel lawaai maken, dan hoor je het midwinter wat minder. Dat. Maar dat is gewoon een samenwerking tussen, toch? Dat is het zeker. Hoe lang doet u dit al? Ik blaas zelf nu, dacht ik, iets van 7 of 8 jaar. Dus dat, ik ben er gewoon een keer mee begonnen. En dat is gewoon leuk.